Een hele goede morgen. Leuk dat je kijkt weer naar een video. Ik heb vandaag een workout met Kohout. Yes. Dit is eigenlijk een wat eet ik op een dag? Nee, dat is het eigenlijk niet. Het is meer inspiratie wat je kan eten voor ontbijt, lunch en avondeten. Dus ik doe niet de snacks tussendoor die ik normaal dus wel eet. Ik eet een banaan, dat zie je. Die neem ik vaak bij een ontbijt. Maar de snacks tussendoor, zoals een eiwitreep of een shake, die zit er in deze video niet bij. Normaal neem ik iets meer tijd voor een video, maar omdat ik maandag heb bedacht dat ik iedere dag een video opneem, heb ik tot nu toe nog niet in het voren gewerkt. Dus het is een beetje per dag dat ik wat tijd neem om een video te maken. Dit keer had ik dus tijd om wat inspiratie voor ontbijt, lunch en avondeten te maken. En laten we gewoon meteen beginnen met het ontbijt. Voor het ontbijt eet ik vaak crackers, volkoren crackers. En daarop doe ik altijd bijna komkommer. Daartussenin doe ik nog of hoe heet dat spul? Muhumara. Het is echt super lekker. Ik weet niet waar het ligt in de winkel. Niet alle winkels hebben het ook. Maar als ik online bestel, kan ik het gewoon invullen en dan krijg ik het. Bij de Jumbo hebben ze het bijvoorbeeld wel. En bij de Albert Heijn ook. En het is echt mega lekker. Het is een soort paprika spul met granaatappel. En ja, het is een beetje pittig, maar totaal niet pittig. Weet je wel, dat gevoel. En ik doe dan altijd komkommer erop, omdat ja, het is gewoon een beetje nog meer bite. Hoewel een cracker wel al een bite heeft. En dan vervolgens doe ik er roastbeef op met een beetje peper en zout. En dat is echt heel lekker als je het mij vraagt. Ik vind dit een heerlijk ontbijtje. Je bent meteen wakker, want het is dus een beetje pittig. Je moet er wel van houden, van hartig in de ochtend. Maar ik ben echt groot fan en ik wil gewoon eventjes een gerecht laten zien wat ik eet. Zodat ik jullie ook weer inspireer met mijn gerechten. Dan als lunch eet ik heel vaak eiwitbrood met zuivelspread, komkommer erop en dan een kipfilet. Dit is dus een bomvol eiwitten en ik zal ook even de macro's hier naast mij in het scherm zetten bij ieder gerecht. Deze eet ik vooral als ik geen zin heb in havermout die dag of kwark, zodat ik toch nog aan mijn eiwitdoelen kom. En dan als laatste hebben we Nagini die over het toetsenbord loopt en dan gaan we avondeten. En voor deze video had ik deze week gewoon gekozen om mijn avondeten te laten zien. En ik had mijn meal prep deze week al gedaan, wat nasi goreng was. Dat is super makkelijk gerecht. Als je wil dat ik dat een keer laat zien, dan laat het me weten in de comments. Maar voor vandaag had ik curry met ras. En nou ja, laten we het eens even bekijken. Ik heb het in vlogstijl opgenomen. Wat eet ik op een dag? Bijvoorbeeld mijn avondeten. Dat zal ik even laten zien. Dit is gewoon een random dag die ik uitgekozen heb om mijn avondeten met jou te delen. Ik ga het je laten zien. Ik had geen inspiratie zelf. En toen zag ik deze staan bij de Aldi. Nee, bij de Lidl heb ik deze gehaald. En dat is curry madras met rijst en kip.
En dan heb je dus voor 4,25, nou ja, als je de rijst en kip niet meetelt, een heel groentepakket voor 3-4 personen. Dus daar zouden wij 2 dagen mee kunnen doen. En dat ga ik nu maken. Als je geen inspiratie hebt, ze hebben heel vaak ook andere pakketten. In de zomer hebben ze ook gewoon pokeballs en die zijn echt vet lekker. Deze heb ik nog nooit op, dus ik durf niet zeggen. Maar deze ga ik vanavond eten, dus dan gaan we eens even kijken hoe deze smaakt. In dit pakket zit een klein bloemkooltje. Rode ui, 2 tomaten, paprika en een limoen. En dan hier zit de curry. En nog een heet peper en kokosmelk. Dus dit zou je ook zelf in huis kunnen halen. Mocht je niet zo'n pakket willen. Alleen zou je dan voor de curry, ja, daar hebben ze ook pakjes voor hoor. Of misschien kun je zelf heel lekker curry maken. Dus dit zit in het pakket met de bloemkool. Nu ga ik alles maken. Het is waarschijnlijk gewoon een beetje... Oh, sorry, ik sta boven de waterkoker. Een beetje in stukjes maken, stukjes hakken. En vervolgens bakken en de rijst koken. En ik denk dat dat het gerecht is. Even kijken. Ja, hier. Wassen, pellen, snipper, ui, ja. Alles eigenlijk bakken. En dan eerst de kip, dan de ui en dan de rest van de groenten. En dan voeg je de pasta toe, dus dat, de curry. En dan kokosmelk. En dan voor de smaak limoensap. En dat is het. Dan heb je rijst met de curry. Dus dat ga ik nu maken en dan laat ik jullie het eindresultaat zien. Zo, dit is het eindresultaat. Het is ik lekker staan borrelen, stoven. Dus het is vrij warm. Dat zie je ook wel in de stoom die eraf komt. 1 limoentje over 2 schaaltjes uitgeknepen. Dit is erover. Dus ik denk dat het meer voor 3 personen is dan voor 4 personen. Want dit is wel de porties die wij eten. Lekker! Ja, dat was echt... super lekker, die curry met ras. Ik heb echt mijn hele bord leeg gegeten en het was echt wel een vol bord, maar het was echt mega lekker. Ja, dat was eigenlijk de 3 gerechten waar ik inspiratie voor jullie wilde. Ja, die laatste was niet echt een super inspiratie, want die heb ik gewoon uit de winkel letterlijk gepakt. Maar misschien doe je dat nooit en word je nu een beetje getriggerd om het misschien wel een keertje te doen. Gewoon zo'n vers pakket kopen. Deze meid zit altijd te kakken als ik een video opneem. Nou, voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. Geef het natuurlijk een dikke duim omhoog. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer met de workout met Colout. En anders sowieso morgen om 9 uur met een nieuwe video. Doeg!